of je kijkt naar een gloednieuwe video hier op Fruitschaal. Vandaag gaan we iets doen wat we nog nooit hebben gedaan op dit kanaal. En dat is Formule 1. Met een stuurtje, met gaspedaal, met een rem. Wordt fantastisch. Ik ga nog niet schakelen, want schakelen ben ik ongelooflijk slecht in het spel. Dus ik ga gewoon een lekkere Grand Prix doen. Oké, dan gaan we dus voor het Formule 1 autootje. Want daarvoor is het spel ergens. Die andere dingen gaan we ook wel doen. Weet je wat? Wil je jullie graag een career mode zien? Dus dat je van laag naar hoog probeert te gaan. Op een leuke verhaallijn manier. Laat het dan achter, gaan we dat zeker een keer door doen. We gaan F1 2019 autootje kiezen. En dan gaan wij, geen Mercedes, geen Ferrari, maar als een Red Bull. En je denkt voor een Red Bull, we gaan voor Max Verstappen. We gaan niet voor Gasly, want die is er niet meer. Niet meer bij Red Bull, het is nu Albon geworden. Maar we gaan gewoon voor Max Verstappen. En dan gaan we eventjes een leuk baantje uitkiezen. En ik vind een lekker baantje is very easy, omdat ik dan niet zo pro ben. En ik vind hem gewoon lekker. We gaan de Australië map doen. Australië? Oostenrijk, what the fuck? Austria. Oh, in Oostenrijk bedoel ik. In Oostenrijk gaan we lekker een mapje doen. Even kijken. We gaan de rear even klaar zetten, want ik ben zo slecht in de regen, dus dat wil ik eventjes voorkomen. Doen we geen practice? Nee, doen we geen practice. We gaan Formation Lab ook niet. We doen volgens mij 18 ronden of 15, iets in die richting. Dus dat wordt gewoon gezellig. Gewoon niet dat de game crasht, want hij restful is. Laat ze net weer. We doen one-shot qualifying. Difficulty staat op hard, dus op 60. Omdat ik niet heel slecht ben, ben ook niet goed. Ik ben eigenlijk gewoon ertussenin. Ik ben niet goed, niet slecht. Oké, let's go to the start session. En dan gaan we gewoon de qualifying doen hier in Oostenrijk. Thank you for joining us once again for today's qualifying session. Sit back, relax and enjoy what we hope will be a fantastic contest for pole position. Thank you, man. Oké, we gaan beginnen met de soft. Dus is het compound soft. Dat is de snelste band, volgens mij. Als ik het verkeerd heb, moet ik het even zeggen. Geen car setup, toch? Dan moet ik hiermee. Nee, we hebben geen car setup. Ja, gewoon de normale. Maar we hebben geen custom. Ik heb nog niet opgezocht welke daar het beste voor is. We gaan gewoon hiermee beginnen en dan gaan we kwalificeren. Het is one shot, dus we moeten direct een goede lap doen. Daar gaan we. 4, 3 en 2. En we zijn hier begonnen in Oostenrijk met onze kwalificatie. Oh, dit is een hele slechte ronde. Wordt een hele slechte ronde. Die bocht heb ik helemaal verplutst. Jammer. Zeer jammer dit. Nou, misschien kan ik bij deze bocht nog wat doen. Nu. Oh. Niet een hele slechte bocht. Oké, dan gaan wij door naar de derde bocht hier. Moet ik die ook even goed nemen? Nee. Niet die grind in, want als je de grind bent, dan is het gewoon gone. Dan ben je gewoon al je snelheid kwijt. Oké. Gaat op zich niet meer wel goed. We hebben paars gereden. Waarom hebben we daar paars gereden? Dus zo goed was dat dan niet. Nou, dan gaan we naar de laatste twee bochtjes. En dan DRS kunnen we er nog wat van maken. Ah, dit wordt niet zo goed. Oh mijn god, we hebben gewoon pole position. Fantastic! Ja, ik had niet opgelet op linksboven. It's time to remind ourselves of our top three. Verstappen, Hamilton and Valtteri Bottas. With qualifying complete, all that remains is the main event. We'll be live. Een 1-8 voor ons. Lewis Hamilton een 1-9. Een Bottas 1-9. En dan Charles Leclerc een 1-9. Heel veel 1-9. Ik heb een 1-8. Hoe dan? Oh mijn god, dit is wel heel lekker. Pierre Gasly, onze teammaat in deze game nog, want hij is nog niet geüpdate. Een 9e positie. En dan wie is de laatste? Gaan we even naar kijken. Kubica met een 1-11. Oeh, niet heel goed. Nou, dan gaan we gewoon naar de race toe, jongens. Ik heb er zin in. Ik ben zenuwachtig. Ja! Let's run you through the driver grid order. Dit is de grid. Young superstar Max. Young superstar. Lekker boys. Bottas en Leclerc, dat is de grid achter ons. En dan gaan we even kijken wat onze strategie is voor vandaag. Want dan moet ik natuurlijk één keer pitten voor de mensen. Ja, oké. Ja.
En we kunnen voor High Target Manager, dus dan gaan we van de hards naar soft. Of is het... I don't know, ik weet die strategie niet, ik heb niet heel veel video's van die kleuren, want die kleuren zijn een paar jaar geleden, of een hele tijd geleden zijn ze veranderd. En toen weet ik het niet meer. Deze is het snelste, die gaan we ook doen. We moeten in rondje 9 de pits in. En anders in rondje 11, maar dat gaan we niet doen. 20 laps, daar doen we even wat vanaf. Want zoveel is het niet. Nou, weet je, nou, laten we het gewoon lekker zo staan. Select. En dan... let's go. Dan gaan we gewoon de race beginnen, jongens. Zenuwachtig. De starts ben ik heel slecht. Dus misschien gaan we hier direct posities verliezen. We gaan het zien. 5 rode lichten in Oostenrijk is begonnen. En we zijn vertrokken. Slechte start. Maar op een of andere reden blijft Lewis Hamilton achter ons. Bottas wil in de binnenkant doen. Ik word van achter gebeukt omdat ik een beetje aan het verdedigen was. En we zijn nog in de eerste bocht door. Collision met Bottas. Helemaal toppie. En we zitten direct voor hem. We hebben ze direct gewoon achter ons gelaten. Zo'n slechte start was het toch. Ik had een zo slechte start. In deze bocht neem ik zo slecht. Oh. Ja, daar gaan ze hoor. Daar komen ze. Green flag. Was dat voor mij? Ja, dat was denk ik voor mij. Oké, dan gaan we naar bocht 3 als ik het goed heb. Ik weet dat je deze veel sneller kan nemen, maar ja. Oh. Leg Spikey. We hebben pole position, jongens. Dat is een mooi ding. Dankjewel. Hij zegt dankjewel voor de... Hij zegt goed start, goede start, meneer. Daar ben ik het mee eens. Nee. Daar ben ik het juist niet mee eens. Maar we hebben onze positie gehouden. Dus in dat opzicht. Ik snap dat je er blij mee bent, Jeffy. En dan hebben we onze eerste ronde erop zitten. En dan hebben we 100% de fast lap. Hier komt ie. Een 1.12.4. Nou, we hadden in de kwalificatie een 1.8 nog wat, hè. Moet je eraan gaan. En de laatste Kubica die had een 1.11. Oh my god, wat is dit voor rare dinges. Oké. Bottas, Hamilton en daarachter zitten de twee Ferraris. Neem deze bocht een keer wel goed. Een beetje afgesneden, het spijt me. Dan krijg je geen warning of een penalty voor, dus daar ben ik hartstikke blij mee. In ieder geval de reden komen ze gewoon niet dichterbij, die Mercedes'en. Is dat gewoon omdat de difficulty level zo laag staat? Hij staat op hard. En daarna komt Epic en dan Legend volgens mij. Maar ja, het zal. We gaan het allemaal zien, hopen dat de pits goed is. Als de pits niet goed is, dan hebben we een probleem. Oeh, deze bocht. Waarom kreeg ik daar niks voor? Oh mijn god. Ja, ik weet er niet zo heel veel van, jongens. Ja, wel aardig wat, maar... Weer een 1.9, we hebben al tijd verbreken. Ah, die difficulty moet hoog, want je kan het zien, Mercedes haalt een Red Bull gewoon niet in op belangrijke stukken. Dan komen ze gewoon niet dichterbij. En ik verpruts mijn bochten helemaal. 4 seconden tussen Hamilton. En Hamilton en Bottas zitten mooi in gevecht. Maar volgens mij is er verder niks gebeurd. Dus dat is ja, natuurlijk mooi dat er niks gebeurt. Maar ja, we gaan het zien. Ik heb nog nooit een safety car gehad. Een of andere reden, ik heb dat gewoon nooit. Ik heb altijd wel yellow flag en black flag. Blue flag, dus dat je helemaal achteraan staat. Want dat gebeurt ook wel eens in sommige mappies. Want deze map is op zich wel redelijk makkelijk. Maar zoals Monaco, jongen. Ik rij alleen maar mijn voorvleugel er helemaal tyfus. En gewoon in mijn goin, is hij dan. 6 seconden, net 4 seconden. Waarom lopen ze niet in? Mercedes, what are you doing? What the heck? Nou ja, ik zou het volgende keer wel anders zetten. Maar wacht, ook ik wil graag een carrière-modus gaan doen. Dus dat je dat leuk lijkt, moet dat zeker even achterlaten. Oeh! Nee, deze bocht slecht. Nou, jij hebt hier een secondetje ingeprikt hoor, daar komen ze al aan. 8 seconden. Oeh, in vreselijk. Er moet echt iets met Lewis Hamilton zijn wagen aan de hand zijn. Want hij kan nooit 8 seconden achter me zitten. Nou ja, het zal. We gaan even kijken. 19% al, dat is wel heel snel. Hamilton behind, okay. The gap behind is 9.0 seconds. They're on fresh softs. Their tires are 4 laps old. We think they've got one more stop. The time last lap was a 1 minute 13.3. We moeten echt iets met zijn auto aan zijn als hij 1.14 rijdt. Ja?
Nou, een Mercedes heeft dat niet gauw. En die difficult die staat op hard, dus ik snap het niet. Dus jullie snappen, als het een andere setting is, moet je het even weten. Of het ligt echt aan de AI level. Dat zou ook kunnen. Ja, het zal. Lapje 6 gaan we alweer in. Dat gaat echt snel, joh. Weer een 1.11. Ik verbreek mijn tijd gewoon niet. Mijn laatste tijd niet, maar ook niet mijn snelste tijd. Want ik heb nog steeds de snelste tijd, dat denk ik. 10 seconden! 10! Hoe dan? Echt, wat de heck is er met de Mercedes aan de hand? Ja, daar komen we samen, z'n tweeën. Bottas en Hamilton. Die zitten echt dicht achter elkaar. Daar zit dan tech Vettel Leclerc. Met de elkaar in gevecht. Leclerc, Vettel, weet ik veel wat ik voor sta. Kan ik vanaf hier niet zien. Maar ja, onze banden die... die houden het op zich nog vol hoe ik rijd. Maar ja, we zijn de grid dan ingegaan. Dankjewel voor deze mooie innovatie hier. I like it. Only one stop to go. One stop left in this strategy. Your pit window opens next lap. Next lap, ja, ik zei het. Ik was het even vergeten. Mijn banden staan zoveel op slot. Hey, als iemand weet hoe je een goede start krijgt, let me know. Want ik weet het gewoon niet. Ik weet gewoon niet hoe een goede start ik moet hebben. De AI is altijd veel beter, de computer. Zo weet ik, ja, het heet AI hier in dit spel. Nou, ik heb geen idee. Eén. Hoe in vreesnaam is Lewis Hamilton 13... ik verrem me. 13 seconden achter me. Ik rijd zo belachelijk slecht. Ik heb nog steeds niet de snelste lap. Niemand heeft de snelste lap hier. Ik moet echt even gaan kijken naar die race. Ja, waarschijnlijk valt hij nog uit ook hoor. Ja, zie je, Bottas is me gewoon ingehaald. Bottas is net ingehaald. Kijk, als Bottas nu in één keer 10 seconden achter me ligt, dan ligt het echt aan Hamilton. Zie je? Oh mijn god! Ik wist het! What the heck? Ik kan zo goed voorspellen. Oh mijn god! What the heck? Ik zei het 10 seconden ervoor. Die Lewis Hamilton heeft echt iets aan het probleem en hij is uit op de session. Bottas had hem in. Ik zei, nou, nu zit Lewis Hamilton is nu gewoon. Ze gaan nu allemaal voorbij. Nu gaan Bottas, Leclerc, Vettel. Of niet? Jawel, zie je. We gaan denk ik een rondje later lappen. Dan gaat Bottas. We gaan een rondje later de pits in. Kijk, hier gaat Vettel, Leclerc gaan zo. Oh nee, ik kom precies in dit gedeuren. Nou, ik heb veel nieuwe banden. Nou, moeten we eerder remmen hier. Yellow flag, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand, jong? Oh, hier staat Lewis Hamilton nog. Ik ben Hamilton Vettel gewoon in één keer voorbij, omdat ik veel sneller exit heb. Okay, clear. Ho. Sorry. Ja, wat is dit nou? We krijgen collision, 100%. Jullie rijden zo langzaam. Is dat echt door die AI niveau? Ja, dat moet wel. We gaan zo de pits in. Als ze niet de pits in gaan, dan word ik boos. Lewis Hamilton stond al voor stil. Staat hij nu nog steeds stil? Geen idee. Nou, huh? Jullie gaan niet de pits in? Wat is jullie strategie dan? Oh, Vettel gaat wel de pits in. Leclerc en Bottas gaan nog een rondje. Oké. Ja, ik vergeet mijn DRS helemaal. Maar ja, Bottas die gaat echt weg nu. Gasly zit 14 seconden achter me. Ja, ik wil gewoon geen ongeluk. Ik wil niet deze race prepsen. Ja, nu is er wat actie. Nu is er wat iets leuks. Oh, wat een lagspike, maar ik ben Leclerc voorbij. Niet op de leuke manier, want ik kreeg een lagspike. Jullie zagen het 100%, want ik neem het op direct van mijn videokaart af. Omdat OBS dit gewoon niet aan kan, op een of andere reden. Ik vind het veel te zwaar. Ja, het is ook een zware game natuurlijk. Die graphics zijn altijd popen goed. Ik heb ze al naar beneden gezet.
Ja. Die gaat Leclerc, gaat nu niet irritant doen, maar die gaat hopelijk nu de pits in. Ja, hij gaat de pits in, denk ik. Bottas in ieder geval wel, Leclerc dan weer ook. Ja. Oké, toppie. Leclerc zijn voorbij en Bottas ook. Hamilton is dus uit op de race. Ik wil echt zien wat er gebeurd is. Hij moet al een smakkertje hebben gekregen. Ja, nu kunnen we een keer rijden zonder vervelende mannen. 10 meters in de pits. Gasly is in de pits. Oké. Okay. Wacht, is er een hand met Marco? Ik let niet op. Oh. Mag ik even kijken? Linker voorvleugel, wow. Ja, ik ben er een paar keer gebotst, dus je snapt het. Nee. Yellow flag. Green flag. Dat is het. Dat bedoel ik. Een of andere reden rijd ik gewoon zo slecht. Dat komt door, denk ik, door mezelf. Maar ook deels door mijn voorvleugel hoor. Ik heb nu weer een 1.14 op een procent. Maar ik zei het hè, aan het begin was 1.14 van Lewis Hamilton hè. Wij hebben een 1.13, zie je? Ik weet niet wat er aan de hand is. Met mij niet en met Hamilton weet ik het nog steeds niet. Ik ben echt nieuwsgierig, want ik had het gewoon goed. Ik zei dat hij... Lek spijt maar, oh wel. Dat is het prachtigste stukje ever. Oké. Hij zei dat ik dus nog één extra lap in mijn machine bij heb. Dus ik zou brandstof kunnen omhoog kunnen zetten, dat ik dus sneller rondjes rij. Een 1.16! Oeh, ik rij zo slecht. Dat is niet normaal, joh. 12 seconden is een Bottas. Nou, dat is zo strak met Hamilton, 13 seconden. Oeh, ik ren weer te laat. En je zou hier denken, wat is dit voor zwarte bol hier? Nou, dat is mijn... Oké. Volgens mij zei hij dat ik 2 seconden sneller ben per ronde dan Bottas. Nou, dat vind ik absurd, want ik wil echt weten wat er met Bottas en Hamilton aan de hand is. Kijk, Leclerc heeft... Zie je? Oh, wacht. Vettel en Leclerc zijn mooie gevecht. Dat is mooi. Want je ziet het, Leclerc en ik was het Vettel. Vettel zou niet de pitsen zijn. Volgens mij is hij al gepitst. Ja, die is al gepitst. Tegelijk met... Hoe was het? There's 5 laps of fuel remaining. Nou, dat heb ik wel. Dat is 18 rondjes. 30 seconden. Nou, wat een hek. 1.11. Ik ga die 1.9 nooit meer halen. Ik rijd zo slecht. Vooral hier. Ah, dit is echt belachelijk. Hoe slecht ik hier rijd. Ik verloor mijn achterkant. Ik ging te vroeg het gas op de curb en dan ga je gewoon weg. Dat scheelde echt niet veel. Ik was gewoon vol de muur ingegaan. Nou, ik zag je, dus ik kon dan waarschijnlijk wel verder. Toch, nou ja, ik probeerde hier een snelle tijd te zetten. Dat probeerde ik, nou ja. Dat heb ik nu al even vergeten. En die lek, jongen, daar word je ook gezond van. Daar word ik dus niet gezond van. Oh, maar gloeiende. Oh, die lek zo irritant. Oké, we gaan nu op rit zetten. Final lap, dus misschien kunnen we hier nog een snelste ronde uit trekken. Denk het alleen niet, want ik rijd zo slecht. Nou, dan gaan we, de laatste bochtjes. De laatste twee bochtjes. Die niet verprutsen. Nou, het tank is leeg. Nou, dan gaan we. Pole and the winner is Max Verstappen. Absolutely fantastic. It's a brilliant result. Well done. Dankjewel, hè. Ja, ik ben er niet trots op, kan ik je eerlijk vertellen. Ik ben gewoon niet trots op deze overwinning. Oh, maar even inladen, dat is altijd zo. Voor mij. Komt die 3, 2, 1. Oh, nee, dit keer niet. Nou, daar gaan we. Dan gaan we even kijken wat er mis is met Lewis. Max Verstappen is winner!
Vettel, Leclerc en... Ja, ik denk Leclerc en Bottas. Ik kon niet zo goed zien. Oh, wie is het? Herschel, 16e. Nou, die heeft het dus niet goed gedaan. Want anders kom je hier niet. Toch grappig. Maxi! Bottas, Leclerc. Oké. Geen Vettel. Vettel was er ook iets aan de hand met Vettel. Maar ja, Lewis Hamilton heeft een problem. Een probleem. Die heeft een probleem. Pam pam pam. Ik vond dat leuk met zingen. Nou, dan gaan we even kijken wat er met Lewis Hamilton aan de hand is. Maar we gaan eerst kijken hoe ver iedereen is geworden. Dit is dus mezelf. Max Verstappen, Bottas, Leclerc, Vettel, Perez en Gasly van grid 9 naar 6. No doubt his team and fans are extremely proud. Well, Ant, an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us and we'll see you for the next. Lewis Hamilton. Begon tweede, hè? 20ste einde. Gewoon. En net. We hadden een 1.9.7. 17 seconden had Bottas achter me. En daar achter 20. What the heck. Nou, dan gaan we de replay even bekijken. Daar ga ik even doorheen spoelen. Dan hebben we hier de start. 5 rode lichten. En we zijn vertrokken. Ik heb een slechte start. Je kan het zien. Ik ga laat weg. Maar op een of andere reden blijf ik ze nog voor ook. Dan gaan we de eerste bocht in. Bart, ik verdedig. Maar ik kom goed door die bocht heen. Heb een betere exit dan Bottas of Leclerc. Vettel en Hamilton. En dan gaan we door naar de tweede bocht. Ja, de tweede bocht is dit. We komen aan. Ik sta gewoon direct voor. Ik ben direct vanaf ze afgereken. Ik ga heel erg wijd. Even kijken hoor. Ik volg nu. Nou kijk, hier verremd. Volgens mij is het Lewis Hamilton met rode helm. Dus het linker is Lewis Hamilton. Hier, opletten. Hier verremt hij zich. Komt hij? Even kijken. Okay, ik ben aan het verslomen. Dat is leuker. Hij verremt zich hier. Kijk, komt hij. Nou, dan verremt hij zich. Kijk, en even een touché of zo, hier. Motor kapot. Goed wel. Toch een aanraking met Bottas geweest, want ik zag niet veel gebeuren hier. Hoor je? Schakelen we al niet meer, denk ik. Nou, was het, joh. Nou, jongens, ik ga jullie bedanken. Willen jullie graag dat ik hier een career van ga maken? Dus dan is er iets anders dan gewoon een race. Dan is het echt van het begin van niks naar iets leuks. En dan op met die. En dan ga je Formule 2 en dan Formule 2 en dan Formule 1. En dan krijg je allemaal quests en dan moet je. Dat is gewoon leuk. Waarschijnlijk ga ik het wel doen, maar het is leuk als jullie er ook zin in hebben. Dus bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. En tot de volgende keer. Joejoe! Ja, nou, dat was leuk. Hè? Dit was fantastisch. Dit was briljant.